ja. Ik niet zeggen. Ja, wie is de slechtste tegenstander in Den Haag? Dat kan ik niet maken. Ja, doe even door. Je loopt daar net te Op 17 maart mogen we weer naar de stembus. En wij van de Core Podcast dachten, tot die tijd kun je wel bij ons terecht voor je politieke analyse. De komende weken gaan we dus met wat lijsttrekkers uit Den Haag om de tafel. Een rondje door de kleedkamer leerde dat de voetballer daar niet per se voor warm loopt. Politici zeiden, allemaal engnekken daar, laaienlichters, mooie praatjes, maar 3 maanden later zijn ze het weer vergeten. Is wat wij opvingen in de kleedkamer. En onze gast van vandaag, die ontspringt de dans. Niet omdat ze haar wel goed en betrouwbaar vinden, maar vooral omdat ze gewoon nog nooit van haar hebben gehoord. Niet gek trouwens, want ze is van de SP. En de SP, dat is toch een beetje de Victor Sicora van het Binnenhof. Ooit veelbelovend op de linkerflank, maar daarna toch vooral in de vergetelheid geraakt. Neem niet weg dat we blij zijn met onze gast van vandaag. Voetballiefhebber en volgens Intimi een betere tacticus dan Thomas. Met genoeg Lilian Marijnissen. Wat een introductie. Dat is weer eens wat anders. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn in deze mooie omgeving. Het is in het Sparta-stadion. Dat ja. is niet helemaal het stadion waar jij je het liefst in bevindt, denk ik. Maar daar komen we zo op terug. We beginnen even met het testen van jouw voetbalkennis. Een spelerspaspoortje. Ik noem een rijtje clubs. En de vraag is, welke speler hoort hierbij? Hij speelt in de jeugd bij Ajax. Daarna bij FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alaves, Espanyol, Metallurg Donetsk. Enig idee? Jeetje. Thomas weet het, denk ik. Ja, er zijn wel bepaalde gelijkenissen te vinden, denk ik, tussen jou en hem. Oh ja? Oh, nou ben ik helemaal razend benieuwd. Het is Jordi Cruijff. Jordi Cruijff, ah. Yeah. Jordi Cruijff. De zoon Jordi. Van. En wij vroegen ons af, ja. Denk je dat Jordi Cruijff ook zo'n indrukwekkend cv zou hebben gehad als hij niet de zoon van Johan was geweest? Ja, ik denk het wel. Want ik weet niet, maar je moet toch uiteindelijk zelf op dat veld het laten zien, toch? Dan heb je toch echt helemaal geen ene reet aan je achternaam. Dat denk ik. Dat zou heeft hij veel wedstrijden gespeeld over? Nou, ja, ik ga dat moet je niet aan mij vragen. Dat zal Thomas niet van jij voor. Ga ik alle rare dingen zeggen. Nee, de vraag is natuurlijk, als voetballer weet je meestal al vroeg dat je prof wil worden. Mm. En de vraag is eigenlijk, hoe werkt het als politicus? Want je komt overduidelijk uit een nest van politici. Althans, je vader was een prominente SP-politicus. Word je dan ook geboren met een droom om politicus te worden? Of hoe werkt dat? Ja, ik weet niet hoe dat bij anderen is, maar ik had dat dus totaal niet. Mm-hmm. Nee. Dat is echt iets wat op je pad komt en wat je dan doet. En op een gegeven moment denk je, nou, dat is ook nog wel leuk. En misschien ben ik er ook nog wel goed in. Maar het is voor mij nooit een droom geweest of zo. Waren er ook andere dromen dan politicus worden? Zeker, ja zeker. Vertel. Nou, de topsport heeft me altijd ontzettend aangesproken. Alleen ik was er gewoon niet goed genoeg voor. Mm-hmm. Dus, er zitten ja. er meer van aan deze tafel. Praat voor jezelf. Nou, ik wou het niet zeggen, maar nee, dat is absoluut. Ik kies er zelf voor, volgens mij, om de SP een beetje de linksbuiten van de Nederlandse politiek te noemen. Waarom linksbuiten en niet linksback of linksmidden of... Ja, omdat linksbuiten heeft iets aanvallends. Dus ja. Dat vind ik wel mooi daaraan. Ik bedoel, ik zit daar wel om de boel ook een beetje op te schudden. Ja, en ja. om gewoon ook de duidelijke taal, dat past bij ons. Knokken voor je idealen. We zitten daar niet voor onszelf om onze zakken te vullen. We geven een groot deel van ons salaris af. Je doet het met de mensen. Ja, ja dat past ja. daar wel een beetje bij. Linksback verkoopt ook niet echt, hè, vind je niet? Je de linksback van de politie, dat werkt gewoon niet. Nee, je weet altijd, degene die in het voetbalelftal linksback staat, die was vroeger linksbuiten, ja. maar niet goed genoeg als linksbuiten. Ja. Of niet ja. snel genoeg. Ja. Dus, en die komt uiteindelijk als linksback terecht. Nou, een goede linksback kan heel erg van waarde zijn, hoor. Dat is wel waar. Heb je een favoriete speler? Überhaupt, in voetbal? Ja.
Ja, zeker wel. Ja, goed, ik ben natuurlijk een Feyenoorder. Ja. Dus dat moet je dan wel een beetje daar zoeken. Ja, dat hoeft niet, dat mag ik ergens anders. Mag ik ergens anders, ja, ja, zeker, zeker. Nee, maar dat, ja, nou ja, niet, ik was altijd wel een Dirk Kuyt-fan. Ja, nog wel, denk ik. Maar ook wel door gewoon zijn manier van spelen. Mm. En weet je, het op sleeptouw nemen van de boel, dat spreekt me wel aan. Ja. En dat vind ik nu bijvoorbeeld ook als je Linzen ziet bij het huidige Feyenoord. Ja, ik vind het al echt mooi, weet je wel. De jongen, tuurlijk, ik heb ook al die kritieken gelezen en ook wel gezien. Maar hoe die zich nu dan toch weer terugknokt en of een goal maakt, denk ik, ja, dat vind ik dan toch wel mooi. Mm. Het is misschien ook wel een beetje het stereotype Feyenoord-gedachte van dat Feyenoorders dat ook willen zien. Maar ja, ik zie het ook wel echt graag. Nog één ding over voetbal. Wij hebben, denk ik, 2 weken geleden het duizelingwekkende contract van Lionel Messi even besproken. Dat ging over 571 miljoen in 4 jaar tijd of zo. En jullie van de SP zijn toch een beetje de partij van voor de kleine man, voor de eerlijke verdeling. Thomas vond het te weinig eigenlijk. Ja, hij vond het marktconform. 1,1 miljard vond hij marktconform. Ja, nou ja, als er, ik probeerde het uit te leggen, dat als er, hoe was het? Het was een half miljard of zo. Jij had een rekensommetje op losgelaten. Ja, als er als kan niet rekenen. Nee, ik kan niet rekenen. Maar als er zoveel mensen zijn die een bepaald bedrag bereid zijn om te betalen om jou te zien voetballen, dan is het in zekere zin... Oh ja, jij vindt het dan dat hij het waard is, zo? Nou ja, stel dat de club dan dat geld krijgt wat die supporters betalen. Mm-hmm. Dan zou het ook lullig zijn als hij daar niet, terwijl hij de grootste ster is, als hij daar niet van mee profiteert. Maar dat heeft ook wel iets van een grens, of niet? Ja, nee, daar hadden we het toen ook over. Ja, moet je dat dan begrenzen? Maar ik vind eigenlijk van niet. Ja, ik vind dat hij het zelf moet begrenzen. Maar dat zei ik toen ook al. Ja. Dus je zit op een gegeven moment, het is wel gewoon genoeg toch? Zou je zeggen, ja, het is makkelijk praten. Ik zit niet, ik krijg niet een contract van 30 miljoen voor mijn neus geschoven. Ja. Maar hoe kijk jij tegen dat soort... Want je zegt, er zit een grens, maar bij Feyenoord zitten ze sommigen ook op een miljoen of zo. Hoe kijk je daar zelf? Je werkt natuurlijk eigenlijk ook een soort van daarmee, als je zelf een seizoenskaart hebt. Ja, nou, bij jullie doen toch, jullie verdelen toch al het geld wat er binnenkomt en dat wordt dan uiteindelijk evenredig gewoon gelijk verdeeld onder alle mensen die werken bij de SP. Bij de SP? Ja, toch? Nou, wij hebben een... wij noemen dat de solidariteitsregeling. Dus een Tweede Kamerlid verdient ruim 8000 euro in de maand, geloof ik. En dan heb je het nog niet eens over allerlei toeslagen en dingen die je er natuurlijk bij krijgt. Mm. Nou, wij leveren dat in. En wij krijgen daar het salaris voor terug, ongeveer een middelbare schoolleraar. Dus een kleine 3000 euro in de maand. En dat geld wat we dus overhouden, ja, dat steken we in de partij en goede dingen die de partij kan doen. Bijvoorbeeld gratis juridische hulpdiensten door het hele land. Voor mensen die geen advocaat kunnen betalen, die dan daar terecht kunnen en dan door onze vrijwilligers worden geholpen. Of eigen onderzoek wat we doen. Of acties die we kunnen betalen van huurders, bijvoorbeeld tegen de sloop hier van huurhuizen of zo. Dus ja, en het is ook wel een beetje om baantjesjagers buiten de deur te houden. Dat zeg ik heel eerlijk bij. Omdat ik echt vind dat ik heb niks tegen mensen die rijk willen worden, prima. Maar beetje wel misschien. Nee, ook niet. Maar niet in de politiek. Ik bedoel, in de politiek zit je voor je idealen, tenminste bij ons. En het is ook wel zo, kijk, wij nemen in zo'n kamer zoveel besluiten over dingen die zo belangrijk zijn voor mensen, dat ik ook echt wel denk als jij... Ja, kom op, dat moeten jullie toch ook zien. Stel, als je echt elke maand meer dan 8000 euro krijgt, dan heb je op een gegeven moment toch gewoon een ander leven dan een gemiddelde Nederlander. Dan moeten we even aan Bart vragen. Want dat is 25. Is hoe is dat nu? Nee, dat is... Ja, nee, ja, wat moet ik hier god over zeggen? Nee, zo, ik weet niet of dat zo is eigenlijk. Dat hoeft niet per se, toch? Nou, ik denk wel dat je... Ja. Kijk, wij... Wel toch, jij kan toch bijvoorbeeld ieder vrij weekend wat je hebt, heb je alle ruimte om een trip naar het buitenland te maken. Of te doen wat je leuk vindt. En dat is toch niet voor iedereen. Ja, dat is waar. Maar ik weet misschien... Dat betekent ook niet dat je opeens anders naar het leven, naar de samenleving kijkt of anders in het leven staat. Ja, maar je kan wel hele andere dingen doen. Zeker waar, dat is zeker waar. Ja, je hebt het is een luxe bestaan, absoluut. Maar jullie hebben toch ook zoiets met de 1%, toch? Daar kan je vrijwillig aan meedoen. Het is iets minder dan wat wij doen, maar... Daar is Bart, ik heb die 20 euro overgemaakt deze maand. Leuk voor het zoek. Nee, dat is waar. Wij hebben ons gedrieën aangesloten bij Common Goal. Dat is een organisatie die voetballers, profvoetballers en trainers verbindt... die 1% van hun salaris afstaan.
aan allerlei goede doelen in de wereld eigenlijk. En 1% van ons is misschien symbolisch, maar 1% van Mats Hummels en Jurgen Klopp, grote namen. Daar kan je toch een hoop mee bewerkstelligen, denk ik. En het idee ervan is dat het een beetje besmettelijk werkt. Dus dat meer spelers zich bij aansluiten, dat die groep groter wordt. En ik vind het leuk om te doen en goed om te doen. Ja, maar om nog even terug te komen op Lionel Messi. Hij zit ermee. Ja, ik zit er. Kijk, tuurlijk, als iemand 500 miljoen verdient, ja, dat gaat hij waarschijnlijk in zijn eentje never nooit opkrijgen. Maar dat, ja, ik vind wel hoe de huidige wereld is ingericht, dat het niet absurd is dat iemand dat verdient. En ik vind het ook een beetje makkelijk dat als hij is de beste voetballer ter wereld en dan komt dan naar buiten, dat iedereen daar in één keer een mening over heeft en daarover valt. Dus dat is eigenlijk meer mijn standpunt. Je zou dat toch eerlijker kunnen verdelen door van de bovenste 570 miljoen gewoon heel veel belasting te heffen. Dat 60%, 70%, 80%, dat zou het toch. Dus dan maakt het hem nog steeds marktconform dat je zoveel verdient. Maar wat we met dat overdadige geld doen, is dat we het iets eerlijker verdelen aan andere mensen. Dus dat zou toch een idee kunnen zijn. En kan zo bij de SP, hoor. Ja, ik zat eigenlijk op dit antwoord te wachten namelijk. Ja. Maar want dat lijkt mij een eenvoudige oplossing. Ja. Spindokter. wij zijn. We hebben huiswerk gedaan, we zijn goed ingevoerd en we hebben een Haagse insider aan ons team weten te verbinden. Die alle ins en outs kent in Den Haag. Verslaggever. Dat is echt een politiek dier, is het ook. Hè? Ja, en die heeft een vraagje ingestuurd. Hier de Haagse insider, de SP. Zijn dat die linkse roodharige gekkies, die communisten? Zijn vast aardige gasten, maar ze willen een gekozen staatshoofd. Lijkt Noord-Korea wel. Zeg Lilian, heb jij het eigenlijk wel in je om de Leeuw Jan Oen van Nederland te worden? Oh, de Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Ook zo'n rooie. We vroegen ons af aan welke Haagse politicus wij aan ons hebben weten te binden. Maar goede vraag die daar werd gesteld, toch? Ja. Ja, hele goede vraag. Nee, maar dat is ook niet mijn ambitie. Misschien stel ik Tommy nou teleur, maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Nee, we willen wel Nederland wat eerlijker maken. Oké, maar daar is nog een wereld winnen. Maar Bart, jij was wel heel benieuwd naar dat gekozen staatshoofd. Ja, hoe dat nou in elkaar zit. Laatste dat. En ik denk, dit gaat waarschijnlijk over de koning. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit? Wie moet in godsnaam ik zou wel koning nieuwe worden, gekozen koning worden? Is dat komen we daar allemaal voor in aanmerking? Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk, het staat echt niet bovenaan ons lijstje. Er zijn heel veel andere belangrijke dingen in Nederland om te regelen. Het staat erop met een reden, vermoed. Nou, omdat het eigenlijk, als je toch eerlijk bent, is toch ook niet meer echt van deze tijd. Mm-hmm. Dat je simpelweg doordat je ergens geboren wordt, je dan zo'n functie hebt. Dus wij zeiden, nou, eigenlijk zou dat gekozen moeten zijn. En zouden ze ook gewoon normaal belasting moeten betalen. Mm. Bijvoorbeeld het Koninklijk Huis. Ja. Dat kost ons toch wel miljoenen per jaar. Mm. Dus dat zouden ze gewoon kunnen doen. En wij vinden eigenlijk ook dat er geen politieke invloed meer zou moeten zijn. Want dat heeft natuurlijk niet zoveel met een democratie te maken. Maar hoe ziet dat er dan uit? Moeten we dan eens in de 4 of 10 of 50 jaar gaan stemmen op een nieuw staatshoofd? Ja, en heb je ook een idee wie dat dan zou kunnen zijn? Nou, misschien is Beugelsdijk wel. ik zat zelf aan Korpot te denken. Zou ook een goede zijn, ja. Nee, maar het gaat meer om de gedachte dat in een democratie het wel raar is dat je dan je staatshoofd niet kiest. Dit stamt natuurlijk van heel erg lang geleden. Is eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar het is toch niet zo heel realistisch dat we een koning gaan kiezen? Nou ja, een staatshoofd, waarom niet? Maar wel iemand die dan. Maar dat zou ook een president gewoon kunnen zijn, toch? Ja, maar zoals in Italië hebben ze dat. Ja, maar dan zit je wel weer veel meer in de politieke macht. En wij hebben natuurlijk een ander systeem. Wij kiezen een Tweede Kamer en we vormen een regering. Mm. En die regering heeft een minister-president. Ja. Nou, dat is op zich goed, denk ik. Maar daarom is die koning een beetje een raar figuur. Want die heeft ook politiek voor meer onderdeel van een regering bijvoorbeeld. Maar met democratie heeft het natuurlijk niet veel van doen. Want niemand kiest die man. Ja. Dus, heeft hij dan ook veel invloed nog? Nou, dat is dus een goede vraag, want dat weet dus eigenlijk bijna niemand. Dat maakt het dus heel schimmig. Dus bijvoorbeeld, weet ook niet veel mensen, maar onze minister-president heeft elke week een gesprek met de koning. Ja.
Maar wie weet wat daar besproken wordt. Wie weet wat die koning... Zou dat nou vrienden zijn? ...allemaal meegeeft of opdraagt. Of dat weten we eigenlijk niet. Misschien gaan ze wel tafeltennis samen. Two-touch of zo. Maar bijvoorbeeld... Rutte moest dan ook toch zijn ontslag aanbieden aan de koning. Ja. Ja. Ik vraag me nou echt af hoe dat gaat. Man. Of die dan echt dat soort van gaat vragen of hij ontslag mag nemen. Of dat die koning dan zegt dat hij gewoon binnenkomt en dat ze even een box geven. En van, houd toch op, Mark, met die poppenkast. Ja. Of zou dat dan heel formeel gaan? Of zal hij dan zeggen van nee, doe het niet, doe het niet. Ik weet het niet. Ja, maar dat is het punt, dat weet dus geen mens. Mm. Want het is allemaal heel schimmig. Leuk en aardig, maar wij hebben een voorverkiezing gedaan in alle voetbalkleedkamers van Nederland. We hebben hier en daar, jullie bleken allemaal nog wel wat vrienden ergens in wat kleedkamers te hebben. Ja, een paar honderd stemmen minder, hebben maar, we moesten er wel aan trekken hoor, want ik heb echt een paar gasten moeten stalken. Hoe vaak heb jij gehoord, To? Want ik heb dan veel jongens geappt. Kijk, je speelt een jaartje daar, je speelt een jaartje daar, dus je hebt overal wel ingang in de kleedkamer. En ik heb zoveel gehoord dat iemand zei van, ah ja, ga ik me nog even in verdiepen. Ja. Gaat niemand doen. Nee. Dat denk ik echt. Is zoals verkiezingen 17 maart is, ja, dat is ook nog ver weg, denk ik. Maar nee, het leeft in die kleedkamer echt helemaal niet. Nee, er zijn altijd misschien één of twee en dat zijn er dan veel, denk ik. En de meesten die hebben of geen idee of die roepen gewoon wat degene die het hard schreeuwt in, in de regering, wat die roepen dat gewoon na. Maar er is weinig verdieping, echt heel weinig. Maar niet geheel verrassend, moet ik tot mijn spijt melden dat er... Eén stem is geweest op SP. En daar kwam uit de kleedkamer van... Heerenveen. Ja. Ook dat nog. Ja, maar misschien vragen we ons... Hoe komt het dat eigenlijk dat SP... zeker niet leeft onder voetballers? Nou, is het gewoon onbekend? Ik denk wat onze Haagse insider net... zeg maar een beetje lachwekkend zei. Ja. Volgens mij is dat wel bij mensen die zich wat minder in de politiek verdiepen... het beeld wat er van de SP is. Dat het best wel extreem links is. En dat... Ja, we hebben wel goede ideeën, maar het is ook een beetje gekjes, daar ga ik nooit op stemmen. En dat is best wel kwam. Ja, denk je dat onze teamgenoten er echt op die manier over denken? Dat vraag het me ook af. Nee, niet precies. Dat heeft hij toch gewoon zelf bedacht. Nee, ik denk wel serieus dat een beetje het beeld van de SP is, man, denk ik echt. Ja, ik zat daar vanmiddag over na te denken. En toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, de voetbalwereld gaat toch wel een beetje om... de wereld gaat over snel geld, hè. Je laat zien wat je hebt. En je moet het ook verdienen binnen een aantal jaar. Dat is ook wel logisch. En dan de teamgenoten die we hebben, als ze iets over politiek weten, dan is het vooral clickbait. Dus dan is het op social media. En de clickbaits op links zijn in principe nooit goed nieuws clickbaits voor voetballers. Van jullie. Ja, ja, dus ik denk in dat opzicht dat wel een verklaring zou. Dat weet ik eigenlijk niet. Want aan de andere kant denk ik toch, ja, weet ik veel. Als iemand in jouw omgeving zorg nodig heeft, ik roep maar wat. Dat is toevallig voor ons een heel belangrijk onderwerp. Dan vind je het ook fijn dat dat goed geregeld is. Ja. Nu we in zo'n coronacrisis zitten en we eigenlijk aan alles een tekort hebben, denk ik toch wel dat heel veel mensen denken, ja, hadden ze misschien toch wel een punt. Ja. Ik vind eigenlijk dat de voetballer op sociaal gebied best wel links is. Tenminste, de gemiddelde voetballer die ik ken. Dus ik ken best wel veel voorbeelden van spelers die best wel omkijken naar... naar dakloze mensen. Ja. Van de vorige week, geloof ik, kwam ook naar voren dat... Promes en Ziyech en nog iemand een shitload aan geld hadden gestort. Bergwijn voor een jongen die een operatie nodig had. Dat soort initiatieven komen best veel uit de voetbalwereld. Dus ik denk eigenlijk gewoon het probleem dat de SP daar niet in is genoemd. Dus dat ze gewoon geen idee hebben dat de SP bestaat. Maar ik denk dat wat jij zegt over goede zorg, dat klopt natuurlijk. Dat willen ze allemaal. Maar waarom zou een voetballer nou echt moeten stemmen op de SP bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of jullie dat meegekregen, maar een tijdje terug had ik Babel op mijn dak, op Twitter. Ja, dat hebben we besproken. Je bent boos. Over de belasting. Tijdens met dat boek, denk ik, toch? Die klopt. Ja. Nou ja, en ja, toen... Kijk, dat is eigenlijk wat jij net zei. Prima om veel geld te verdienen, maar het is dan toch ook prima om evenredig bij te dragen aan dat wat van ons allemaal is, namelijk een fatsoenlijke zorg, namelijk een betaalbaar huis voor iedereen. Ja. En dat is waar het over gaat. En hij zat daar pontificaal met een boek van... dat ging geloof ik over belastingontwijking. Weet je, hoe kan ik nou... En dan denk ik, jeetje man, dan heb je zoveel geld. En dan ga je verdiepen in hoe je zo min mogelijk... eigenlijk aan de samenleving kan bijdragen. Ja. Ja. Maar ik denk echt dat je een iets te idealistisch beeld dan hebt van de kleedkamer. Ik denk dat heel veel jongens... vooral bezig zijn inderdaad met minder belasting betalen. Dat gewoon, als zij een... programmapunten horen of ergens zien. Mm-hmm. En als het dan gaat over meer of minder belasting, dat zij dan gewoon denken,
Okay, ik verdien veel. Ik moet al bijvoorbeeld 52% in Bart's geval betalen. Ik wil dat moet omlaag. Ik denk echt dat dat. Wat jij net zegt, ja, dat je dan evenredig moet afdragen. Ik ben het helemaal mee eens. En dat is een hele logische gedachte. Ja, ik denk je wilt dat je kinderen naar een goede school gaan. En je wilt toch als je ouders zorg nodig hebt, dat je dat gewoon goed geregeld is. En ik kan me voorstellen dat als je veel geld hebt, dat je daar minder zorgen over hoeft te maken. En ja, dat klinkt misschien niet aardig, maar als er veel voetballers zijn die veel meer geld hebben, ja, dan heb je de overheid ook niet zo hard nodig. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook zo is. Mm-hmm, ja. Maar ja, laat niet vergeten dat er natuurlijk ook genoeg voorbeelden zijn waarbij dat ook heel snel weer anders kan zijn. En uiteindelijk denk ik, ja, misschien heb je het zelf goed voor elkaar. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je het ook fijn vindt dat het met de rest van Nederland ook een beetje goed gaat. Ja. Eindigt dat dan nog ergens? Of is het eigenlijk, jij reageert op zijn tweet, jij scoort daarmee, hij reageert op jouw tweet, hij scoort daarmee. Ja. En dat is het dan? Ja. Of het zou toch vet zijn als je, want je vertelde net dat je zelf een podcast maakt. Ja. Dan denk ik, dit is echt een mooi gesprek. Jij met Ryan Babel, die een beetje dichter tot elkaar komen in plaats van domme opmerking van hem, rare opmerking van haar. En daar eindigt het dan een beetje. Volgens mij, maar dat moet ik even, ik heb dat niet helemaal mee scherp, maar volgens mij heb ik hem daar wel voor uitgenodigd. Dat zou toch top zijn. Of gezegd van, goh, ik stuur een boek op, hoe ik het zie. Okay. En we hebben het er nog over. Ja. Maar ik geloof dat daar niet zoveel enthousiasme voor was. toen was het gauw over. Ja, dat zou ik te gek vinden. Ja, ja, maar natuurlijk. Dan lost dat ook nog een keer iets op of zo. In plaats van dat het alleen maar op Twitter gebeurt. En één tweetje daar, een tweetje daar en we stoppen er weer mee. Ja. Dat zou mij een mooi idee lijken. Ja. Wij willen graag even naar de wedstrijdbespreking, die bij ons elke week gebeurt. Maar bij jullie is de wedstrijd misschien het debat, het televisiedebat. Ik geloof, je komende zondag staat er weer op het programma, denk ik. Het RTL-debat. Ja. Wij vragen ze af, een wedstrijdbespreking bij ons gaat, we gaan samen eten. We dan hebben een sterkte- en zwakte-analyse van de tegenstander. Dan zitten we in de kleedkamer, dan roept er iemand heel hard, we maken ze kapot, we vreten ze op. Ons veld, we doen het hier. Come on boys, come on. Scherp beginnen. Dat is onze wedstrijd in een notendop. hoe ziet het bij jullie er? Hoe ziet het er bij jullie uit? Ja, het heeft misschien wel overeenkomsten. Mm-hmm. Ja, het is wel een bepaald moment, dan moet je het laten zien. Ja. Weet je, daar kijkt iedereen naar, dan verwacht iedereen veel van je. Het is leuk dat je het op de training goed doet, maar dan heb je uiteindelijk niet zoveel aan. Ja, kan ik over meepraten. Nou, die overeenkomst is er denk ik wel. En je denkt natuurlijk ook van tevoren na, van wat wordt mijn tactiek, wat wordt mijn strategie, hoe ga ik het aanpakken, welk punt wil ik maken. Ja. En uiteindelijk is het ook, de bal is rond. maar dat is bij ons natuurlijk ook zo. Ja. Analyseer jij je tegenstanders? Ik kijk wel dingen terug van hun, of ik bekijk dingen, ja. Ja. Maar wij doen bijvoorbeeld echt, dan gaan we 11-11 nabootsen. En dan gaat het spel soms stil en dan zeggen we spelen nu tegen NAC. En die gaan die spelen bijvoorbeeld de bal veel diep over rechts. En dan gaan we dat gewoon een soort simuleren. Maar dat doen jullie niet, hè, volgens mij? Nee, dat doe ik niet. Ik weet dat collega's van mij dat wel doen, maar die doen even van die rollenspellen. Ja. Dat had ik toevallig vandaag nog met iemand over, die dan echt inderdaad zo'n debat. Dan doen ze alle fractieleiders, is dan een collega van hun, speelt dan die fractie. Dan denk ik altijd, wie speelt mij dan? Dan ben ik dan heel benieuwd naar. maar dat doe ik niet. Maar dat heeft echt te maken met dat ik, ik vind, kom op, het moet ook wel een beetje echt blijven. Mm. Ik ben zo bang dat het anders zo snel een toneelstuk wordt. Dat is iets anders dan je niet goed voorbereiden. Je moet je wel goed voorbereiden en goed weten wat je wilt zeggen, welk punt je wilt maken, wat je belangrijk vindt. Maar uiteindelijk is de politiek is voor mij geen spel. Mm-hmm. Ja. Maar wij zaten tot vorige week nog in de beker. En dan ga je iedere keer een ronde door. En dan kijk je al met een schuin oog zo van naar de loting. Van welke ploegen zitten er nog in en wie hopen we dat we loten. Ja. Maar wie hoop jij nou tegen te komen tijdens zo'n debat? Nou, dat is kijk, zoals ik natuurlijk ook hoop dat Feyenoord uiteindelijk nou mooi tegen Ajax nog voor de beker gaat. Hoop je dat, is dat voor mij natuurlijk ook het mooiste debat is met je politiek grootste tegenstander. Bijvoorbeeld Mark Rutte of zo, noem maar wat. Omdat je daarmee ook het beste kan laten zien wat de verschillen zijn. En waarmee jouw verhaal, je toch hoopt dat jouw verhaal beter is dan dat van die ander. Maar bijvoorbeeld wij hopen eigenlijk, helemaal als Excelsior zijn in de beker, dat je gewoon de slechtste tegenstander bent. Natuurlijk. Dat je verder komt. Ja, precies. Maar hebben jullie dan ook, heb je iemand gewoon waarvan je denkt van, geef mij de eerste ronde maar even die, dan zit ik er sowieso lekker in.
Ja, natuurlijk. Ja, ook wel een beetje. Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ja, wie is de slechtste tegenstander in Den Haag? Dat kan ik niet maken. Ja. Nee. Maar je hebt natuurlijk wel dat kan je wel maken. Ja. Je ja. Van, die wilde, wij wilden NEC. Nou, ja. Dan is dat ook. Ja, ja. NEC, ja. Nee, in de kleedkamer kom je hier niet meer weg. Wie is nou de slechtste tegenstander die je kan loten op zondag? Denkt, dat je dan echt gewoon relaxer instapt van kat in bakkie. Kan ik dat niet maken, man? Tuurlijk, ja. Nee, nee, ik kan niet maken. Ja, alleen de partij. Dat ja. Is ja, alleen de partij, dan weet je het er ook. Nou, dat zijn voor mij de partijen die... waarbij je denkt, nou ja, daar komt ons verhaal, steekt daar zo duidelijk bij af. Dan kan je ook zelf het beste je punt maken, natuurlijk. Ja, als je inderdaad, nou ja, wat je zegt, als je een partij hebt die ook wel redelijk dichtbij je staat. Ja, dan is het ook wat... In zo'n debat waarbij het echt, het moet op dat moment gebeuren. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk ook fijn om een tegenstander te hebben waarbij je dat ook... En voor diegene waarschijnlijk ook, hè? Welke partij is het nou? Weet jij, ik zit te twijfelen tussen Thierry Baudet en Joost Eerdmans. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En de beste debater? Dat kan je misschien wel zeggen. Iemand waarvan je denkt, oké, die ook al weet ik dat ik misschien qua argumenten wel kan hebben, maar die is gewoon verbaal zo sterk. Nou... De Rutte is wel heel sterk in een debat. Ja, dat moet je hem nageven. Ik ben het vaak niet met hem eens. Maar dat kan hij wel, ja. En wat kan hij zo goed doen? Nou, hij heeft een bepaalde gemak eigenlijk. Gemak waarmee hij de dingen pareert of van zich af laat glijden. Of tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel een beetje de kritiek op hem soms. Ja. Die denk ik wel terecht is. Maar goed, dat is natuurlijk ook... als je het echt over debatvaardigheid hebt... is dat natuurlijk wel handig. Ben je nerveus als je tegenover hem staat... of op zo'n debatavond staat? Een grote televisiedebatavond? Nou, niet meer zo. De eerste keren wel. Mm-hmm. Want ja, jeetje man, het is zo... Ik was toen ook nog vaak de enige dame in het gezelschap. Ja. Dus die dat vorige echte heel debat in Carré bijvoorbeeld. Ja, stond ik met 7 mannen. Ja, prima hoor. Maar ja, ik denk toch wel even, oké. Okay. Ja. Hoe kan ik dit aanpakken dan? Ja. En ik schreeuw allemaal door elkaar heen, weet je wel. Mm-hmm. Nou ja, als vrouw moet je toch even nadenken over hoe positioneer je jezelf dan. Want als je daar gaat mee zitten schreeuwen, nou dat komt niet zo heel sympathiek over, denk ik. Ja. Dus dat kan je niet doen. Ja. Dus dan moet je iets anders bedenken. Wat doe je dan vond wel? Dat wel spannend. Nou, ik dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik zeg gewoon, nou, alle stropdassen hier, die roepen maar wat door elkaar heen, maar ik wil er graag dit van zeggen, weet je. Okay, ja. Dus ja, zo moet je dat dan toch maar proberen een beetje op te lossen. Ja. Dat lijkt me ook, de druk lijkt me ook hoog. Juist op dat specifieke moment de druk om te presteren. En in de kleedkamer zie je dat terug in gasten die allerlei rare rituelen hebben, waar ik er ook een van ben. Dat wil ik ook weten. Nee, ja, ik zit boorden vol rituelen. Ja, we hebben het al uitgebreid besproken, maar ik heb de rare tik om mijn huis op te ruimen de dag van de wedstrijd. Als ik met Bart kom en zijn huis is netjes, dan weet ik altijd. Ja. En nee, dan allerlei kleine dingetjes. Op hetzelfde tijdstip, ongeveer mijn schoenen aantrekken. Op hetzelfde tijdstip een beetje eten. De power pose. Ik doe een power pose. Misschien kennen jullie dat in de politiek wel. Kan je eens voordoen? We hebben nu camera's. Doe gewoon even. Ze blijven het gooien. Doe even. Kom. Je loopt daar net te pushen. Jij loopt deze te pushen, kom er niet meer weg. En nu... Zij komen net ook weer weg, toch? Ja, power pose of zeggen wie de slechtste die beter vindt. Dat is nog wel een verschil. Het gaat over, ik heb het al 15 keer uitgelegd. Het gaat gewoon over, hey, ik zou het niet laten gebeuren. Dit is Mark Rutte. Het gaat over een power pose. Ik ga niks meer zeggen voordat hij die power pose... Staken erop. Kan je die eens voordoen? Nee. Het is goed zo. Ah. Ja, wat is er nou? Dan zenden we het niet uit op beeld, maar dan kunnen wij het alleen zien. Het is niks spannends, maar het is een houding... We gaan het niet doen. Nee, ik ga het zeker niet doen. Een houding die heb ik geleerd van iemand op televisie, geloof ik. Ik weet niet eens waar het over ging. In ieder geval een houding die je een zelfverzekerde pose geeft en het idee daarachter is, als je lichaam dat doet, dan volgt je geest. Dus je gaat je er vanzelf zelfverzekerd door voelen. Dat is een van de rituelen. En ik vraag me af, is dat in de politiek ook bekend? Zijn er mensen die rituelen hebben? Die, zit hij er nou lekker in? Oefeningen doet. Ja, hij kijkt normaal de hele tijd zo ook naar ons als hij praat. Ja, nu zat hij... Dit is toch een goede uitleg? Ja, dat is een goede uitleg. Laat het verder gaan. Want volgens mij is, tenminste, wij hebben het daar ook wel eens over gehad in de wetenschap, volgens mij best wel een beetje onderzocht dat je je lichaam op een bepaalde manier best wel klaar kan maken voor, gewoon om te gaan presteren, zeg maar.
En dat is bij een debat denk ik niet anders. Ja, lichaam en geest. Ja. Letterlijk exact de power pose, wat je nu zegt. Ja, 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 je power pose. Laat zien dan. Ga verder. Ik zeg niks. Nee, hij komt echt niet. Nee, ja, klopt. Maar dat zijn ook hele basale dingen. Dus zorgen dat je goed slaat, dat je in je ademhaling rustig bent. Bijvoorbeeld zulke soort dingen. Dat is wel belangrijk om op te letten. Maar voor mij is eigenlijk goede voorbereiding het belangrijkste. Want ik weet, als ik echt goed ben voorbereid, dan ben ik ook op mijn best. Want dan ben ik het meest zelfverzekerd. En dat heb je wel in die debatten nodig, weet je wel. Je moet natuurlijk daar gewoon dan staan. Ja. En ook al twijfel je bij wijze van nooit laten zien natuurlijk. Je moet gewoon doorgaan. Ja. En ik weet van mezelf, dat werkt voor mij het beste. Gewoon echt goed voorbereiden. Dus dat betekent lezen, studeren, cijfers uit je hoofd leren. 100 keer in je kop bedenken, waar gaat hij mee komen? Want hij gaat mij aanvallen. Dus je moet natuurlijk nadenken over waar gaat hij mee komen? En wat ga ik dan zeggen? Ja. En dat ook is eigenlijk over toch waar een soort rollenspel eigenlijk. Maar dat doe je het gewoon niet over. Ja, doe ik dan in mijn hoofd. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is mijn voorbereiding. En ik weet hoe beter ik dat doe. Als ik denk, nou oké, ik heb 100 aanvallen van hem en ik heb 100 antwoorden, nou, dan kan mij niks gebeuren. En dan sta ik daar heel zelfverzekerd. Ja. Ik denk dat het een beetje tijd is voor de tackle. Denk je niet? Ja, daar ben jij beter in dan ik. De kritische noot. Nu we toch met mevrouw Marijnis aan tafel zitten. Oh, die komt nog een kritische noot. Is er nog een kritische noot die wij willen kraken, jongens? Ik heb er wel eentje trouwens. Ik heb er al wat gehoord, maar dat is, wij hebben toch even in het partijprogramma gekeken. En één ding is wat mij niet aanspreekt, is het bindend referendum waar jullie voor zijn. En ik denk namelijk dat de meeste, en de kleedkamer is daar een voorbeeld van, dat de meeste mensen, als ze een vakje moeten aanvinken van ik ben hiervoor of ik ben hier tegen, werkelijk geen idee hebben waar ze het over hebben. De nuances niet kunnen inschatten, de gevolgen niet kunnen inschatten. En dat je daarmee een beetje de kennis van het volk overschat. Want het idee is dat het volk door middel van een stemming een wetsvoorstel kan tegenhouden of niet. En ik denk dat volgens mij overschat je de kennis die het volk heeft op bepaalde thema's. Maar dan heb je niet heel veel vertrouwen in mensen eigenlijk op dat vlak. Dat is waar, zeker. Want hoe kijk je dan überhaupt aan tegen de democratie? Want op 17 maart mag datzelfde volk toch gaan bepalen wie in Nederland je de dienst uitmaakt. Ja, en het gaat over alles. Dat is zeker waar. Maar als je het bijvoorbeeld over dat Oekraïne-referendum, hoeveel weten wij de normale sterveling daar nog van? Kijk, de mensen met wie jij omgaat, de mensen op televisie aan die talkshowtafels, die hebben er daadwerkelijk verstand van. Maar 90% alle gasten met wie wij omgaan, ik heb mezelf vreselijk moeten inlezen om dit soort dingen een beetje te begrijpen. De meeste mensen hebben echt geen idee waar ze het over hebben. En dan denk ik, dat vind ik een beetje een, ja, bijna gevaarlijk. Speel je niet een bepaalde vorm van populisme daarmee in de kaart? Nee, dat denk ik niet. Want het idee van een correctief bindend referendum is dat je politici kan terugfluiten op het moment dat er iets gebeurt waarvan mensen zeggen, ja, hé, maar dat is niet de bedoeling. Dus in principe gaan we 1 keer in de 4 jaar naar de stembus. Nou, mag op 17 maart weer. Moet iedereen vooral rood aankruisen welke partijen diegene het meeste aanspreekt. Maar daartussen gebeuren er natuurlijk ook heel veel dingen. En ik denk dat het andersom het gevaar misschien nog wel veel groter is. Dat mensen, heel veel gewone mensen, het vertrouwen in de politiek al verloren zijn of dreigen te verliezen. Mm-hmm. En dat is toch vaak omdat mensen in een omstandigheid zitten waarin ze bijvoorbeeld de baan kwijtraken zonder dat ze er iets aan kunnen doen, maar wel geconfronteerd worden met een gigantische huurstijging, vervolgens niet het goede onderwijs voor de kinderen kunnen regelen, wat zo belangrijk is. Ja. En als je dan het idee hebt, ja, maar die politiek die is er niet voor mij, ik denk dat dat nog veel erger is, dat dat een veel groter probleem is, denk ik. Dus dat mensen überhaupt geen vertrouwen meer hebben in ons hele democratische systeem en gewoon compleet afhaken. Maar dan zijn ze dus ook in staat, als ze dat vertrouwen niet hebben, om zo'n wetsvoorstel maar af te schieten, omdat ze toch niet meer in Rutte geloven. Terwijl ze dus eigenlijk helemaal niet weten over de inhoud waar ze dan hun stem op baseren. Ja, maar ook het bindend referendum is toch geen antwoord op, zeg maar, het probleem dat je net schetst. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Tuurlijk, daar is een veel breder antwoord. Maar ik reageerde even op het punt van dat er een zorg is dat mensen eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. En dat er dan misschien wel populisme zou ontstaan. Ja, maar ik denk wat ik denk dat namelijk ook wel. Dat, ja, maar ik had het anders begrepen. Want terugfluiten is denk ik wat anders dan dat je echt besluiten gaat. Dus bijvoorbeeld in Engeland met de Brexit, dat is volgens mij op zo'n referendum bepaald. Ja, dat vind ik best wel gevaarlijk. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat als je ergens op stemt en je bent het daar niet mee eens, en je kan met z'n allen ervoor zorgen dat zo'n besluit teruggefloten wordt, dan vind ik dat eigenlijk wel. Ja, want de Brexit is toch best wel gewoon een goed voorbeeld daarvan. Dat het, heel goed dat voorbeeld. Het populisme daarmee aan de haal is. Maar dat is toch andersom juist? Dat is toch juist niet wat jij. Ja, nee, maar dat is toch wel een bindend referendum?
Ja, maar niet terugfluiten van een beslissing die wordt genomen, toch? Maar het is natuurlijk wel uiteindelijk de democratie. Heb ik het verkeerd begrepen? Het gaat toch om dat, dat een politicus of een partij of de regering een besluit neemt en dat uiteindelijk degene die daarop hebben gekozen, een aantal jaar geleden misschien wel, het er niet mee eens zijn. Dus nadat zo'n beslissing genomen is, dat er dan een referendum... Ja, maar je kiest toch ook gewoon één keer in de vier jaar de persoon waarvan jij wilt dat die verantwoordelijk voor jou is de komende vier jaar. Als diegene jou normaal ingenomen heeft. Ja. Precies, dat is het. En je kan daarmee meer betrokkenheid, denken wij, creëren bij de democratie. En uiteindelijk, ja, kijk, in de democratie, wat ik net zei, mensen gaan uiteindelijk ook bepalen wie ons land gaat besturen. Ja, kan je ook wel zeggen, wie heeft nou uiteindelijk op 17 maart al die verkiezingsprogramma's gelezen van al die partijen? Ja, dat niet, maar je hebt wel een bepaald beeld of van een ideologie, toch? Ja, precies, maar dat is toch hetzelfde? Toch? Dan heb je toch ook niet helemaal tot achter de komma al die partijprogramma's bestudeerd? Nee, maar tot dat je het niet helemaal tot je hebt genomen, is toch wel wat anders als dat je bijvoorbeeld over Oekraïne iets moet gaan stemmen, ja, dan, waar je letterlijk alleen een RTL-kopje van hebt gezien. Maar dan zou je juist denken, dat gaat over één heel concreet onderwerp, dus dan veel makkelijker. Op 17 maart moet je gaan stemmen over alles, over ons buitenlandbeleid, over hoe gaan we de eurocrisis managen, over hoe gaan we zorgen voor betaalbare huizen, over alles moet je gaan stemmen. Terwijl zo'n referendum, dat is juist onze ervaring met een referendum, dat dan is er heel veel aandacht voor een speciaal onderwerp, dan worden er tv-uitzendingen over gemaakt, maar er zijn dat discussies is precies het over, punt dan gaan dat... mensen zich er juist in verdiepen. Nee, maar mensen krijgen dat dus niet mee. Wel een deel van de mensen, maar een heel groot deel krijgt dat gewoon niet mee en kan die nuance helemaal niet. Maar dat is toch met de hele politiek zo? Je zegt net zelf, in de kleedkamer is helemaal niemand mee bezig. Zou er dan ook voor zijn dat zij dan niet mogen stemmen? Want ja, ze hebben zich immers toch niet verdiept. Ja, goed punt. Nee. Kijk, je legt zeg maar dus eens in de vier jaar... Ik ben blij dat ze nemen. Dan ga ik weer naar uitleggen. Ja, dit is het gevaar met die lijsttrekkers aan tafel. Hoor. Ik zit op de goede plek, zo rechts. Nee, maar om als je nou een powerpose doet, dan kom ik eruit. Nee, om proberen tot de antwoord te komen. Eens in de vier jaar leg je dus je lot in handen van de partij die je vertrouwt. En dat doe je met z'n allen. Dus dan heb je het te accepteren wat dan dat lot is. Maar op hele specifieke thema's dat nog kunnen afschieten, daarvan denk ik, daar ontbreekt gewoon de kennis bij heel veel mensen. Ja, maar wat je dus juist bij de referenda die we hebben gehad ziet, bijvoorbeeld over de Europese grondwet, is dat er dan juist heel veel aandacht voor is. Mm. En dat dan juist heel veel mensen zich er ook wel in gaan verdiepen. Mm. En kijk, ik bedoel, maar uiteindelijk is dat een heel lastig criterium. Ja, want wanneer weet jij genoeg om je stem te kunnen bepalen? Er zijn ook heel veel mensen, denk ik, in Nederland die echt niet al die partijprogramma's bestudeerd hebben, maar die donders goed weten, die zitten voor mij, weet je wel. Mm. En die politicus niet, want die zit er alleen maar om zijn zakken te vullen en die strijdt voor mij. Nou ja, dat is toch prima? Mm. Ja, ja. Dat is prima. Ja, doe het mee. Nou, was dat een kritische noot? Nee, ik was daar benieuwd. Nou ja, oprecht. Ja, nee, heel goed. Ja, leuk. Ik geloof daar niet in, maar dat kan. Maar ik heb ook nog één klein... want wij hebben ons natuurlijk een beetje voorbereid. En van de week zat je twee keer achter elkaar bij M, volgens mij, in de studio. En één keer was één op één, volgens mij, met Sven Kokkelman erbij. En toen ging het heel eventjes kort over... toen viel je eigenlijk een beetje Mark Rutte aan over de toeslagenaffaire. En toen zei je van, ja, als wij in de regering hadden gezeten, dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Want wij spreken die mensen. En, en dan had dit nooit kunnen gebeuren. Ja, en iemand van jullie heeft natuurlijk wel een voortrekkersrol gespeeld in uiteindelijk... mensen leiden. Ja. Maar het heeft toch uiteindelijk al veel te lang geduurd. Het heeft veel te lang geduurd. Dus daar heeft de oppositie toch ook wel een steekje laten vallen. Veel te lang geduurd. Laten natuurlijk, vallen. Daar heb je helemaal gelijk in. Niet om onbescheiden te zijn, maar wij hebben wel ook al jaren geleden daar kritische vragen over gesteld. En we zijn er natuurlijk ook al heel lang mee bezig. En wat zich hier nekte, was Renske Leijten, inderdaad mijn collega van de SP, maar ook Pieter Omtzigt van het CDA, die hebben zich hier echt in vastgebeten. Maar het punt wat zich hier ook nekte, was dat de regering, dus Rutte, niet eerlijk de informatie gaf. Dus zij hebben al wel veel eerder vragen gesteld, maar ze kregen gewoon geen antwoord. Ja. Ze werden gewoon het bos ingestuurd. Ja, en de Tweede Kamer zit er natuurlijk om de regering te controleren. Maar ja, als je geen antwoord krijgt op vragen, ja, dan wordt dat controleren natuurlijk ook wel heel makkelijk. En eigenlijk daar te zeggen, omdat we hadden toen een meldpunt geopend als partij, waarin mensen die slachtoffer waren van die toeslagenaffaire zich konden melden. En toen bleek opeens hoeveel mensen dat betrof. Dat het niet een klein incident was van een groepje ouders waar iets mis was gegaan. Maar dat er gewoon duizenden ouders onterecht zijn beschuldigd als fraudeur. Dat is echt, ja, als je daarover nadenkt, bizar hoor, dat in Nederland kan. Vervolgens bij de rechter zijn ze ook gewoon, hebben ze totaal niet hun recht kunnen halen. Als ze naar de Belastingdienst belden, dan kwam er een melding bij degene die de telefoon opnam.
opletten, fraudeur, geen informatie geven. Die mensen zijn kapot gemaakt, hè? Alles afgepakt. Huis afgepakt, kinderen het huis uitgezet. Vaak huwelijken op de klippen gelopen. De ergste dingen aan toe. Baan kwijt, toekomst kwijt. Ja, zelfmoord. Zelfs bij, Nou ja, tot aan dat aan toe. Ja, dat is wel heel triest. Maar dat, wanneer zijn jullie met dat meldpunt gestart? Nou, dat is geweest. Kijk, je had aanvankelijk die groep ouders waarvan van een zo'n gastouderbureau. En toen kwam wel een beetje naar buiten van, jeetje, dat is dan wel gruwelijk misgegaan. En toen is dat meldpunt gestart voor de zomer. En dat was dan 2000? Vorig jaar, dat ja. Ja, want de eerste verhalen zijn toch wel gewoon naar buiten gekomen rond 2013, 2014? Ja, en toen hebben wij dus ook al wel vragen daarover gesteld. Maar ja, toen werd toch eigenlijk gezegd dat het allemaal wel meeviel. En daarmee was dan de kous af. Ja, maar ja, dan zijn het op een bepaalde manier ook niet volhardend genoeg geweest. Want als je toch dan al opmerkt hoe gruwelijk het is en wat er gaande is. En vervolgens gaat er nog, is het 5, 6 jaar overheen? Ja, maar kijk, wij hebben natuurlijk wel ons best gedaan om steeds daar wel naar te vragen. Maar goed, als je de informatie niet krijgt, ja, dan wordt als Kamerlid je natuurlijk het werk ook wel onmogelijk gemaakt. Maar, en dat is ook wel de reden waarom het kabinet helemaal heeft moeten aftreden. Omdat het zo mis was gegaan, maar ook wel omdat de Kamer gewoon ja, niet de informatie kreeg waar we wel steeds om hebben gevraagd. Maar als je dan bijvoorbeeld bij die mensen thuis komt en je hoort die verhalen dus uit de eerste hand, denk ik dan op een gegeven moment niet van, oké, weet je wat, we hebben nu in de Kamer geprobeerd, er komt maar geen antwoord op en we komen niet verder, maar we weten wel wat er speelt, ik zoek gewoon de publiciteit op. Ja, maar dat hebben we ook gedaan. En dat is heel erg, want daarmee moesten die ouders inderdaad aan zo'n talkshowtafel gaan zitten om daar hun hele verhaal te vertellen. Maar het ergste is eigenlijk, nu wij hier zitten, is het dus nog steeds niet opgelost. Want jouw vraag is terecht van, had je het niet wat eerder kunnen oplossen? Maar zelfs nu is het bekend, zelfs het hele kabinet is erover gevallen. Maar het is nog steeds niet opgelost voor die ouders. Eigenlijk bijna niet te bevatten natuurlijk. Ik denk dat we naar de transfermarkt. Ja, we hadden een mooie metafoor voor deze. Maar eigenlijk, ja, wat was de metafoor? De metafoor was dat, kijk, dat Lilian nu en de SP riepen van, als wij in de regering hadden gezeten, had dit nooit kunnen gebeuren. En dat klinkt een beetje als, wederom, heb ik ook ervaring mee, dat als je op de bank zit en je hebt verloren, dat je dan daarna in de kleedkamer zit en dan loop je met een andere gast van de bank van, hey, als we hadden gespeeld. Ja, ja, ja. Maar, nee, maar ik voel dat nog steeds altijd echt zo. Van, ja, en ik ja Thomas, dat, jij hebt dat. Jij hebt dat ook eens. En ik weet misschien ergens ook wel dat het misschien gereed had uitgemaakt als ik op het veld had staan of niet. Maar ik heb wel het idee van, ja, als ik nu gewoon had gespeeld, dan hadden we niet verloren. Ja, SP in hart en nieren. Nee, maar ja, vraag je dat ook uit dan na elke wedstrijd? Of hou je dat dan toch maar voor je? Nee, ik hou het wel voor mezelf. Okay. Ja, zit je niet een beetje op die bank zo, een beetje met die andere cynische gasten? Ze zeggen van, Hij is niet dat... Als ik wel was, had ik het graag gezegd, maar hij is heel veel dingen maar niet maar cynisch. Maar er zit een hoop van die cynische gasten op de bank, toch? Laten we wel eens. Ja, die op het moment dat ze buiten de elf vallen, dan... Ja, dan doen ze ook geen stap extra meer om ervoor te zorgen dat het team wint. Maar zo ben ik. Maar je wilde een metafoor dat was het ding, maar eigenlijk was... Ja, je gaat het nog even helemaal afmaken. Ja, ze pareerden de kritiek eigenlijk best wel goed. maar ik zag zo naar me kijken, Bart, van gooi die metafoor, nee, maar hij past niet echt meer. Nee, ik wilde eigenlijk naar de transfermarkt. Ja, lijkt me leuk. Want wij denken in de voetbalwereld is twee keer per seizoen kan je transfereren. Kan je spelen aankopen, kan je spelers kwijtraken. En wij vroegen ons eigenlijk af, heb je enig, ik weet niet hoe jullie scoutingsapparaat is, maar heb je één politicus uit een andere partij waarvan je zou zeggen, die kan ik er wel bij hebben. Zo. Mm-hmm. Jeetje. Ja, dat staat wel een beetje haaks, want ik zei natuurlijk aan het begin van het gesprek, van ja, als je bij ons wil, dan moet je er wel echt voor je idealen. Dus je moet dan eigenlijk wel ook echt SP'er. Ja. Zijn. Ja, één ding is zeker, ze kiezen niet voor het geld. Dus nee. Als ze komen, komen ze voor, ja. Je gaat nu dus iemand noemen waarvan je eigenlijk denkt dat het een geldwolf is. Ja. Nou ja, of je draait het om van je moet dan wel echt voor het sportieve aspect gaan, zeg maar, als je naar ons, als je naar ons gaat. Meedoen is belangrijker dan winnen. Zoals iedere voetballer die richting de zandbak trekt, zegt, ja, ze hebben een goed sportief plan en het is een club met ambitie. Ja. Bij ons en dan bij de VVD tekenen. Wel echt zo, ja, precies, ja. Maar misschien moeder, maar zou je een van ons drie, wie van ons drie zou naar voren willen schuiven als partij? Wie van jullie drie? Ja, jullie zijn er alle drie bij, dus dat is altijd zo lelijk als je dan gaat kiezen, hè? Nee hoor, dat kan gewoon. Ja. Nou, ja, moeilijk. Ik denk dat jij het wel zou kunnen. Denk ik wel. Ja, jullie ook hoor, jongens. Dat was ook mijn pick, Bart. Ja.
Maar ja, ik vind dat die koning, die gekozen staatshoofd, vind ik niks. Hij komt alleen als je invloed uitoefenen. Wel voor inleveren, dat is ook blijkbaar. Ja. Nee, leuk. Dankjewel. Ja, want jij bijvoorbeeld bij Sparta hadden jullie wat gezeur over de premies. Dit zijn de behoudspremie. Ja. En daar wilde de club dat jullie wat zouden inleveren, als ik het goed zeg. Ja. En daar heb jij toen wel hard voor gemaakt. Dat is natuurlijk best wel een beetje SP-achtig. Ja, kijk, dat wil ik niet groter maken dan het is. Maar het is zo, er is inderdaad de spelersraad. En er is van heel netjes over vanuit de club gevraagd. We willen in principe dezelfde premie geven aan het eind van het seizoen. Maar we willen het bij jullie neerleggen of er wat reductie op kan komen. We mogen het in principe zelf bedenken. En dan denk ik, praat je met het bestuur en dan komt daar... Als je dan aan zo'n tafel zit, denk je, nou, het is best redelijk om met elkaar een bepaald percentage in te leveren. Maar als je dat dan terugkoppelt naar de rest van het team, dan zijn er ook veel gasten. Ook gasten die bijvoorbeeld even niet spelen of die er niet zo lekker in zitten. Die denken, nee, ik lever helemaal niks in. En je krijgt erin met zo'n groepsdynamiek, krijg als één zegt, oh, hij zegt ook, ik lever ook niks in. Ik vind het goed hoe zo, heb je dat zo. Dan aangepakt? Nou, er zijn een aantal spelers die het dan wel redelijk vinden om toch iets in te leveren. En ja, dat was in eerste instantie een beetje ingewikkeld. Want ja, wat ga je doen als de helft van het team ongeveer zegt, ik zie het niet zitten, het hoeft niet van mij. Binnen het referendum. Ja, moet je toch iets mee. Maar dat is ook een erg lelijk verhaal. Als je net met wat hele bestuursleden hebt gesproken, met wie je gewoon een goede band hebt, is het een lelijk verhaal om terug te komen en te zeggen, we leveren niks in. Dus we vonden het met een aantal spelers best wel redelijk om in ieder geval een bepaald percentage toch af te staan. Omdat, om een beetje gewoon in goede harmonie met het bestuur te zijn, maar ook omdat het gewoon in deze tijd niet heel raar is om een beetje te moeten inleveren, toch? Maar denk je... Maar daarom als bij die eerste meeting de eerste had gezegd van, ik weet je wat, het is goed. Ja. Ik vind dat we moeten inleveren denk en meer nog. Denk dat het dan gelijk was gelukt. Denk het wel. Denk dat het, fragiel is het. Ik denk dat het best wel ze had gekund. Als er eerst twee spelers zeggen, maar het is goed, redelijk verhaal. Dan zijn er niet heel veel spelers meer die dan zeker jongere spelers die dan zeggen, nee, ik vind het niks. Dus dat zo werkt het, denk ik. Ja. Nog even terug naar de transfermarkt. Ja. Want welke politicus... waar AZ jullie dan op? Ze kwamen er bijna mee weg. Ja. Ja. Shit, man. Ja, goed, dus die Rijnmond... dat is toch die ervaring, hè? Dat ze er al waren, maar... er zijn collega's die ik... Esther Ouwehand bijvoorbeeld, van de Partij voor de Dier. Ik weet niet of die kent. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dier. Die vind ik wel altijd heel goed, want die komt altijd met een heel beschouwend verhaal. Maar als je bijvoorbeeld zo'n Pieter Omtzigt noemde je net. Nou, die zou denk ik ook wel... Ja, die heeft samen met Renske Leijten van ons natuurlijk die hele toeslagenaffaire aan het licht gebracht. Dat gaat dan meer om de manier van werken natuurlijk. Want politiek inhoudelijk zijn er wel heel veel verschillen. Staat genoteerd. Ja, Pieter Omtzigt. Er moet toch ook... Kijk, we doen het niet voor niets. Dus er moet ook een beetje geld verdiend worden hier. We gaan het sponsorblokje even in. Het Easy Toys. Ja. Voorspel, voorspelspel. Waarin we iedere week een voorspelling doen over iets wat er aan zit te komen. En we willen deze voorspelling graag deze week aan jou geven. En de eenvoudige vraag is, hoeveel zetels denk je dat de SP gaat pakken? Oh, ik dacht, ik mag nou iets gaan vertellen, voorspellen van hoe ver komt Feyenoord in de beker? Of kans laten worden liggen. We nou echt nog nummer 2 of niet? Kans of, redactie, kunnen we nog terug? Ik dacht dat deze podcast over voetbal ging. Als je er niet uitkomt, dan kan je altijd zelf nog een mooie voorspelling kiezen. Laat het zo doen. Zit Feyenoord nog in de beker? Wel? Ik heb geen idee. Ze spelen deze week tegen Heerenveen. En als ze winnen tegen Ajax. Ja, precies. Tegen de enige SP-stemmer. Ja. Van voetbal. En daarom zei ik al, oh jee. Ik vind het eigenlijk wel een goeie. We willen gewoon de beker van Feyenoord. Dat is toch prima? Ja. Ja, vind je niet? Ja. Nou, ja, hoe ver komen ze? Ja. Ja. Ze zitten al in de halve finale. Lekker voorspelling. Nee, ze zitten nog niet in de halve finale. Ja, je moet eerst Heerenveen winnen. Dat was voor de Kinnie zo'n succes. Ik moet er wel van tevoren bij zeggen, als je het goed hebt, dan is het... Wat hebben we eigenlijk? We hebben een Easy Toys goodie bag. Dan is de keuze, is die voor jou of geef je hem weg? En dan willen we natuurlijk wel weten aan wie. Dat is het enige. Dat zijn de enige spelregels van het voorspel, voorspelspel. Als ik hem win, dan is die van mij, toch? Voilà. Hoe ver komt Feyenoord in de beker? Mooi. Die gaan we gewoon winnen. Ze gaan hem winnen? Ja. In de finale tegen? Even kijken, halve finale wordt dan Ajax. Dus wie hebben we dan over? De andere is volgens mij VVV. VVV of NEC. En Vitesse zit er dan tegen Vitesse. Wordt het Vitesse. Nou, mooie finale toch?
Feyenoord. In de Kuip? Ja. Dan moet ik nog even wat... Maar even die zetels zo. Ik ben wel benieuwd. Ah, ja. Toch die zetels. Komt hij over die zetels? Het is niet makkelijk vanavond. Hoeveel denk je? We gaan voor winst. We hebben er nu 14, dus... De peiling staat niet top nog, toch? Nee, maar dan gaat na deze podcast natuurlijk onwijze verandering in komen. Lodewijk, als je denkt er anders over. Maar... Game changer, ja, dat is waar. Dat is toch geen gebruik, hè? Dat als je hier in de podcast verschijnt, dat je de maand later, daarna lig je eruit. Ja. Ik hoop het niet. Ik hoop, Er komen er nog een paar en ik denk dat je er blij mee gaat zijn als die eruit vliegen. Oké. Maar we gaan voor winst? Ja, tuurlijk. Deze podcast gaat voor de ommekeer zorgen. Just. We gaan voor winst. Leuk. Dus minimaal 14. Nou, het verplichte praatje. Maar lieve luisteraars, mocht je van deze voorspelling nou niet warm worden en is jouw voorspel nog altijd onvoorstelbaar voorspelbaar, dan wordt het hoog tijd voor Easy Toys. Gebruik de kortingscode voetbal15 en krijg 15% korting op al het lekkers dat je in huis had van Easy Toys. Ja, we doen het niet voor niets, Lilian, kom op. We sluiten af met aanraders van de week. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wij willen elke week iets tippen aan de luisteraar wat je wil meegeven, een kijk- en luistertip, whatever. Ik ben benieuwd. Wat heb je voor ons? Een aanrader. Ja. Goed, ik had van alles bedacht. Maar toen ik jou in het gesprek hoorde vertellen dat in de kleedkamer de verkiezingen eigenlijk nog niet zo leven. En dat de SP, waar ik nog nooit van gehoord, dacht ik, ja, sp.nl. Hmm. Ik denk echt namelijk, als je daar gaat kijken... Wij van WC Eend, hoor ik. Ik denk echt, het zal je verrassen. Okay. We hebben het nou over referendum gehad en over Koningshuis. Maar de echte belangrijke dingen... Ik heb gekeken laatst. Ja. Prima website. Kijk, zie je wel. Dus dat is echt de dikke tip van de week. Okay. SP.nl. En, mag allemaal hier. Het is verkiezingstijd. Ja, het is wel echt leuk. Verkiezingstijd ten top. Zal ik het... mijn tip van de week. Ik had afgelopen weekend een klein stukje in de Volkskrant. Dat ging over dingen alleen doen. Over solistisch... af en toe is wat met jezelf ondernemen. Het, ja. En je eentje naar Londen. Ja, zeker. Rotterdam ontdekken in je eentje. Absoluut, alleen op het terrasje gaan zitten. Zo is gewoon het, doen uit eten gaan. Is niet ongemakkelijk. De eerste keer wel. Want die mensen zijn helemaal niet met jou bezig. Nee, maar ik ben het daar echt mee eens. Ja, dat echt, weet dat je. Jij gaat vaak in je eentje naar de bios. Toch? Ja, ook? Ja, en ik heb mijn Kaapstad heel veel in mijn eentje gewoon inderdaad uit eten gaan. Ja. Dat is echt top. Dit is niet per se de tip van de week, maar ik refereerde daaraan de film Into the Wild. En niet voor niets, want het is eigenlijk mijn favoriete film. En ik had het volgens mij nog nooit in de podcast genoemd. Het gaat een film over een Amerikaanse jongen die na zijn studie eigenlijk besluit alles achter te laten. Niets meer over te houden en gewoon erop uit te trekken, mensen te ontmoeten, de natuur in te gaan. Dat is een beetje een extreem voorbeeld, maar het is niet voor niets een van mijn favoriete films. Want iets in dat spreekt me best wel aan. En dat zal jij ook aanspreken, nogal versterkt door de muziek van Eddie Vedder, die er een heel album aan heeft gewijd. Dus Maarten, je hebt nog steeds niet gezien, toch, deze film? Nee. Ga dat doen. Binnenkort met Laura zo kan ik het kijken. Als ik zondag speel ik weer zondagavond, is het huis er vrij. 8 uur 's avonds. Die avondklok is ook niet meer, dus relax. Oké, ik ga wel verder. Ik heb een mooi spelletje dit keer. Ik heb het voor het eerst gespeeld bij Thomas thuis. Heet Ticket to Ride. Het is een bordspel waarin... ik heb dan thuis de editie, de Europese editie. En je moet gewoon treinverbindingen leggen tussen verschillende steden. En je kan elkaar een beetje naaien. Het is gewoon een hartstikke mooi bordspel. Ik speel het ook met Lisa gewoon 1-op-1. En het bevalt echt super. Dus een keer wat anders. Ik heb een beetje bijzonder tipje. We hebben al heel lang proberen wij een gast in de podcast te krijgen die wij maar niet in de podcast krijgen. Komt hij weer niet opdagen, of weet ik het wat. Sander de Kramer. En die heeft wel in de podcast gezeten bij jou. Mijn podcast, Lilian. Is hij al geweest. Ja. Wij krijgen het niet voor elkaar om voor die microfoon. Oh. Hij heeft zo'n nieuw kapseltje tegenwoordig. Ja, maar goed. Als een beetje een toetje van op deze podcastaflevering word je als een echte voetbalwedstrijd, krijg je nog een na de wedstrijd interview met niemand minder dan Sander de Kramer. Oh. Dus die komt je nog even goed ondervragen. En dat is mijn tip. We hebben dus ook een Corpot soort van sponsor. Ja. Met allemaal FC afkikken tussen van Neil Pedersen. Voel je toch één keer echt voetballer in het stadion van Sparta voor een sponsorbord geïnterviewd worden na de wedstrijd? Nou, dat vertelden ze er niet bij toen die uitnodiging kwam. Vol maar, met verrassingen. Die neem ik graag aan. Leuk. We vinden het leuk om af te sluiten met een liedje van de week die ook in de podcast komt. En die komt van jou hopelijk. Waar hou je van? Wat luister je naar? En waar gaan we mee eindigen?
Ja, ik dacht dus, dit is wel leuk, we zitten hier natuurlijk in het Sparta-stadion. Maar goed, ja, zoals bekend ben ik graag in het Feyenoord-stadion. Mm-hmm. En omdat ik daar natuurlijk al heel lang niet ben geweest, mis ik dat ontzettend. En wat ik dan ook wel mis, is dat er daar altijd ons plaat gaan op DJ Paul. Dus ik dacht, heel mooi. Dat is misschien ook wel een leuke afsluiter voor deze podcast. Leuk, leuk. De Godfather of Hardcore. Ja. Ja, ik moet zeggen, Lodewijk, als je hier gaat, wij vonden het na de hand een beetje een luie keuze om voor Danny Vera met de rollercoaster te gaan. Ja, dat, heel veilig. Dat is wel lekker veilig. Dan is DJ Paul, hoe heet het nummer? Welk nummer? Nou, dan doen we, hoe heet het, Rainbow High in the Sky? Oké. Dan gaan we er ook voor. Heel goed, we knallen eruit met DJ Paul. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er was, dankjewel. Succes jullie, hè? Ja, dat komt goed. Hopelijk zijn we volgende week terug met Sander de Kramer, als het lukt. Ik hoop het wel, ja. En anders vinden we wel weer een andere oplossing. Your smile every night and day. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night and day. Mevrouw Marijnissen, hoe vond u zelf dat het ging? Ja, je ziet dat het oefenen op standaard vragen, dat wel zijn vruchten afwerpt. Ja, maar die gasten gaan er natuurlijk met gestrekt been in. Ja, het was een aanvallend gesprek. Ja, maar ik had wel het idee dat ik ook zo mijn punten mee kon pakken. Hoe bereid je je voor op zo'n gestrekt been? Ja, dat is natuurlijk toch je mentaal goed voorbereiden. Dat is zorgen dat je fit bent. Dat is trainen, oefenen. En ik heb dit wel ervaren als vertrouwen tanken richting 17 maart. Ja, die gasten die vallen natuurlijk aan. Dan word je een beetje in de verdrukking gezet. Nou, dan begin je met tomaten te gooien, toch? Ja. Maar jij weet ook, Sander, als geen ander, de aanval is de beste verdediging. Dus daar heb ik ook voor gekozen. En uiteindelijk, kijk, je weet, richting 17 maart, er kan heel veel gebeuren. Uiteindelijk zijn er 2 keer 75 zetels te verdelen. Het potlood is rood. Ik ben ervan overtuigd dat wij richting 17 maart, ja, dat wij hoog in dat linkerrijtje gaan eindigen. Dat kan niet anders. Dat blaakt van zelfvertrouwen. Ja, maar dat is ook belangrijk, want 17 maart gaat het ergens over. Uiteindelijk kan het alle kanten opgaan. Maar goed, je weet ook, hè, jij weet als geen ander, als je hem zelf niet maakt, dan doet de tegenstander het. Dus dan maak ik hem liever zelf. Ja. Even over het schoeisel. 2 noppen. Wat ging er mis? voor de podcast was het een goed schoeisel. We hebben we hebben heftige spreekkoren gehoord. SP, SP, SP. Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is toch een magisch gevoel, hè? Als je dan hier zo aan die tafel mag aanschuiven en je mag onderdeel worden en je voelt dat publiek wat er dan toch achter gaat staan. En dat werd gezongen uit al die kelen. Ja, ik heb dat echt, dat geeft je vleugels, Sander. Kun je het nog even nazingen? Nee, maar ik heb gehoord dat jij het wel heel goed kon. Ze zongen, zullen wij laten horen, SP, SP, SP. Maar dat krijg je dan toch vrij snel voor elkaar hier. Rotterdam achter je. Ja, terwijl je een beroepsfeyenoorder bent. Ja, het was een goed gesprek. Het was een stevig gesprek. De aanval is ingezet. Ik denk dat het goed gelukt is om punten te scoren. Om ook echt al vroeg in het gesprek druk te zetten. Zo heb ik dat wel ervaren. Ja, en uiteindelijk zie je dan toch dat de tegenstander gaat achteruit lopen. En dat geeft toch weer meer mogelijkheden voor mij om wat te creëren. Ja, maar hoe zie je jezelf dadelijk staan? In de spits of toch als keeper? Nou, ik ben toch vooral iemand die de lijnen uitzet. Ik ben toch vooral degene die ook anderen in de positie moet brengen om te scoren. Natuurlijk ben ik er zelf ook niet vies van om mijn goaltjes mee te pikken. Maar uiteindelijk gaat het... Het is een teamprestatie, hè? En daar ben ik verantwoordelijk voor. En dat voel ik me ook. Hey, één dingetje. Er is er één die op de SP gaat stemmen. Die zit in Heerenveen. Die hebben we uit het ijs moeten bikken. Hoe kan dat nou? Je zou toch denken van die hele voetbalwereld heeft ze in de zak zitten. Je hebt alles mee. Een mooie vrouw, een goede babbel, een leuke vriend. Die pakt gewoon heel dat voetbalveld op.
Sander, ik ben ervan overtuigd. Na het luisteren naar deze Kort podcast, dat de hele voetbalwereld weet wat ze op 17 maart moeten gaan stemmen. Klasse zeg. Nou, ik zou zeggen, op naar hoeveel zetels? Nou, in ieder geval naar winst. En wij gaan voor een plek hoog in het linkerrijtje. Zetels en business seats dus. In de loge. Vooral de zetels. Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw Marijnissen. Dank u wel. Dankjewel.